Al ga je gevoel er tegen in, maar je schreeuwt het uit. Zie op hem. Het geloof dat zegt u, u bent het die mij oproept om op uw zoon te zien. Maar wat zie je dan? Wat zie je dan? Dat ik gedachten van vrede gehad heb jegens u en niet van kwaad. Dat zie je dan. Dan zie je hoe rechtvaardig God is, maar ook hoe genadig God is in Christus Jezus. Dat ga je zien. En als de prediker zegt, zie het lam van God, wat de zonde der wereld wegdraagt. Als je daarop ziet en de schellen vallen van je ogen, dan is het het lam wat niet voor anderen, maar ook voor mij geslacht is. Ik roep u op, lieve gemeente. Ik roep u op niet om op Mozes te zien, want de bliksem en de donder van Mozes, die zal u vernietigen. Maar ik nodig u uit om op Christus te zien. Al voelt u uzelf nog zo blind en van verre staande. Maar ik zeg u dat u mag komen om op Christus te zien. Ik roep u liefelijk, welmenend en zachtmoedig roep ik u op, zie op hem. Waarom, dominee, is dit dan zo belangrijk om te zien op Jezus? Luister, God heeft gezegd, deze is mijn geliefde zoon in welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort naar hem, gemeente, hoor naar hem. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar. Zie op hem. Ik heb geen lust in je eeuwig verderf. Maar daarin heb ik lust dat je je zou bekeren en leven. Wat een wonder als je mag zeggen, eertijds. Mag je dat zeggen? Eertijds was ik blind. Het deed me niks, het raakte me niet. De dienst interesseerde me niet. Ik had er geen gevoel bij. Ik wilde leven. Eertijds was ik blind. En toen is er iets gebeurd. Toen is er iets gebeurd. Zomaar, ik kan het niet eens vertellen hoe het gegaan is. Maar zo ging het. Ik was blind en ineens zag ik het. En toen boog ik voor hem neer. En toen stroomde zijn liefde in mijn hart. En toen kreeg ik zo'n wederliefde tot hem. Dat ik zei, geef mij Jezus of ik sterf.